De smog-snelheidsbeperking wordt door weinig mensen gerespecteerd. Ook Vlaams parlementslid Jean-Marie Dedecker hield zich niet aan de beperking van 90 km per uur. Dit werd door een Studio Brussel-luisteraar opgemerkt, die prompt de zender verwittigde, waarop de radiozender Dedecker confronteerde met zijn snelheidsovertreding. Zou u er zich bijvoorbeeld aan houden vandaag? Ik heb mij er moeten aanhouden, want ik ben al van Oostende naar Brussel gereden. Ja, u bent dan inderdaad ook langs, waar was het, Sint-Denijs-Westrem waarschijnlijk gepasseerd? Onder andere, ja. Ja, het is eigenlijk daarvoor dat ik bel, omdat er een luisteraar liet weten dat die had dus een nummerplaats zien passeren, P71, en ik dacht ja, dat is Jean-Marie zijn wagen, en die meent toch wel te vast te stellen dat u wat snel reed. Dat was eigenlijk de mededeling waarvoor ik bel, om dus nogmaals op te roepen of het mogelijk is om iedereen allemaal samen aan die 90 per uur ons daar een beetje aan te houden. Ja, we zullen het proberen, hè. Ja. En ik vind het niet... Hebt u politieagenten in dienst om dat te melden? Nee, dat zijn gewoon onze luisteraars. Dat is, die melden dat zo zelf. De verklikkersmaatschappij. Ja, je weet dat vroeger bestond, hè? De communistische maatschappij, de DDR, de Russen en zo, dat was de verklikkersmaatschappij. Ja, maar er is ook een soort van maatschappij natuurlijk die gewoon solidariteit hoog in het zadel draagt. En die vindt dat wel leuk dat we allemaal samen 90 rijden. En ten andere, waarom zou die man meer geloofwaardig zijn dan ik bijvoorbeeld? Ja, dat is waar. We zullen er nog een politieagent voor de zekerheid naast zetten. Jean-Marie Dedecker, we hebben in het Vlaams parlement een debat meegemaakt over fijn stof. Nu hebben we op de radio kunnen vernemen dat u ook door het fijn stof bent gereden, en wel te snel eigenlijk. Het schijnt dat ik gestalkt ben en dat men mij te snel heeft zien rijden. Ten eerste, mij kan men niet snel hebben zien rijden, want ik rijd zelf niet, maar ik neem toch alle volle verantwoordelijkheid als de mensen denken dat er zo'n sociale controle moet zijn. Als wij in zo'n verklikkersmaatschappij moeten leven, en ik ben vroeger veel in het Oostblok geweest, en ik weet wat het socialisme daar en het communisme heeft opgeleverd. En als men vandaag naar de radio belde om te zeggen, de Dedecker reed meer dan 90 per uur, ja, tot daar nog aan toe, hè. Maar ik wil er toch aan toevoegen dat ik dat een beetje beu word. We hebben een nieuwe god, we hebben het Kyoto-verdrag, dat moet nu aanbeden worden. En mijn nieuw houden kalf om dat te betalen, dat is de automobilist. We zijn nog maar 1 dag bezig, men is al bezig met sociale controle, men is bezig met verklekken. Men flitst terug bij de vleet, tot 7 auto's per minuut werden geflitst. Terwijl dat ik door West-Vlaanderen gereden ben, ik heb zelfs geen enkel verkeersbord gezien in West-Vlaanderen. Je krijgt terug die afgunststrategie, je krijgt die jaloersheidsstrategie, er rijdt de politicus ergens met een grote auto en er wordt dan nog gevoerd, ja, dan moet je die mensen onmiddellijk gaan aanklagen, want zijn auto is te groot, verbruikt te veel, terwijl mijn auto waarschijnlijk veel minder verbruikt dan de eerste Fiat Pinto dat ik tegengekomen ben op de weg vandaag. Maar het is mode, hè. Het is toch plezant, de politicus die daar rijdt, en in plaats van 90 per uur rijdt hij misschien 95 of rijdt hij 100 per uur. Dat is toch mooi, hè. Wat een verklikkersmaatschappij leven wij in feite. Als je iedereen die vandaag te snel reed, dan gaat bellen naar de politie om te zeggen, die reed te snel, waarmee zijn wij bezig? Of naar de radio te gaan bellen, ik ken een BV, ik zal onmiddellijk die BV aan de schandpaal gaan nagelen. Ja, ik heb waarschijnlijk wel ergens te snel gereden. Zoals zoveel mensen vandaag dit gedaan hebben. Zoals zoveel chauffeurs terug het slachtoffer zijn als ze naar hun werk gaan. Hè, om hun weekgeld waarschijnlijk te moeten afstaan. Omdat ze nu geflitst worden aan 91 per uur. Er zijn mensen vandaag die naar hun werk gegaan zijn, die hun rijbewijs kwijt zijn. Wel, ik kan mij ook niet permitteren, ik moet vandaag ongeveer 300-400 kilometer gaan rijden. Dus ik daag iedereen uit om in mijn voetspoor achter mij te rijden.